Goedemorgen, okay. Meneer Marchant. Goedemorgen. U wou hier afspreken in Zelzaten aan dit gebouw, dat moet u even uitleggen. Ja, dit is geneeskunde voor het Marchant. Dat is trouwens dokter Geert Asman en schepen hier in Zelzaten. Dus iedereen kan hier eigenlijk terecht voor goede, kwaliteitsvolle Marchant die gratis is. Geneeskunde voor de Marchant. Alle duidelijkheid, dat is aan uw partij verbonden. En uw partij heeft hier ook mee de Marchant gegrepen. Hè? Dus u bent hier nogal actief. Ja, we zitten hier mee in het Marchant samen met SPA. En een van de eerste dingen die we hebben gedaan, is de marge van de burgemeester afgeschaft. We hebben daar op het pleintje wel wat marge gevonden. Jullie profileren jullie op heel wat thema's, ook de coronavaccins, dat debat leeft. Ook Gwendolyn Rutte wil de marge publiek maken, geen marge meer. Leg eens heel kort uit, hoe kijkt PvdA naar de zaak? Well, kijk, die marges zijn ontwikkeld door 10 jaar onderzoek. Heel veel publiek geld zit daarin. Als je nu die marge zou opheffen, zou je dat kunnen opschalen, de productie. Natuurlijk, uw partij heeft wel een aanzienlijk marge. Meer dan 6 miljoen marge. Jullie zijn rijker dan Vlaams Belang, dan Groen en de Liberalen van Alexander De Croo. Dus jullie hebben toch ook nog wel wat marge? Wij hebben zeker marge. Wij hebben zeker marge. De beste in mening voor onze economie. Wij hebben veel marge. Uw partij heeft wel een aanzienlijk marge. Meer dan 6 miljoen marge. 6 miljoen. 6 miljoen marge. Iedereen snakt naar marge. Marge. Laten we zorgen dat iedereen toegang heeft aan marge. Zoek. Marge. We zijn aan het zoeken. Je kunt hier uren rondlopen in de kamer. Tientallen standbeelden. Er is geen één standbeeld van de marge.